Als we het hebben over windenergie op zee, dan liggen er enorme ambities. De Nederlandse overheid heeft locaties aangewezen, tenders, om te gaan bouwen. En de wind op zee is een onderdeel van de energietransitie in Nederland. Dus op zee liggen grote mogelijkheden om te gaan bouwen. Onze vereniging doet zowel zee als land, dus allebei de locaties zijn nodig als je het ziet. Dus we hebben geen voorkeur. Als je kijkt waar de afspraken zijn vanuit het energieakkoord, nu is 6000 megawatt op land en ruim 4000 op zee tot 2023. Dus daar, dat zijn de verhoudingen. Maar we ontwikkelen beide gebieden. Nou, onze drijver is om vooral de hele keten die zich bezighoudt met wind te verenigen. Die sluiten zich nu massaal aan bij de NWEA, in dit geval onze branchevereniging. Dat gaat van financiële partijen tot toeleveranciers, tot bouwers, tot grote energiebedrijven. Ik roep iedereen op om zich aan te sluiten om die keten te versterken. Nederland ligt op dit moment qua windenergie achter op de rest van Europa. We staan op de totale duurzaamheidsladder behoorlijk onderaan. Er liggen wel ambities. Windenergie kan dus groeien. Dan zullen projecten het liefst versneld moeten worden geïmplementeerd. Nou, voorlopig richten we ons op het energieakkoord 2020-2023. Maar na die periode zal er fors verder geïnvesteerd worden. En daar, ja, Nederland is een windland, ook van oudsher. Dus die kansen zijn groot, maar we liggen nog behoorlijk achter ten opzichte van de rest van Europa. Ik ben altijd optimistisch, als je maar in gesprek blijft met mensen natuurlijk. De overheid en lokale politici die snappen en die willen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dus natuurlijk ben ik optimistisch, want ik zie ook financieel in de business case grote kansen voor de BV Nederland. Het levert werkgelegenheid op, het levert een trotse industrie op. Dus ik denk zeker dat Nederland veel te winnen heeft. Dus ik ben zeker optimistisch voor de toekomst. Je ziet die groei ook daadwerkelijk plaatsvinden nu. De versnelling in die transitie is ook daadwerkelijk ingezet. Ook gezien de laatste ontwikkelingen van de COP 21, hè, vanuit Parijs, vanuit de CO2-reductie. Iedereen ziet nu dat duurzame energie essentieel is om naar de toekomst toe onze maatschappij te dienen. Ik denk dat het congres over windenergie een totale range geeft van wat er speelt binnen windenergie, zowel onshore als offshore, nationaal, internationaal. Er is veel kennis te halen, maar ook te brengen.